In december en in januari werden de jachthavens in Midden-Limburg geteisterd door branden. De grootste brand was die bij de jachthaven Het Steel in Roermond. En twee grote loodsen en 70 boten die gingen in vlammen op. Vandaag is een verdachte aangehouden voor de brandstichting. En de politie heeft al gezegd die verwacht de komende tijd meer verdachten aan te houden. Te gast is de eigenaar van de grootste jachthaven, Het Steel in Roermond. Hans Brouwers, een miljoenenschade asbest dat Roermond maandenlang in zijn greep hield. Hè, de asbest dat vrij kwam bij die brand. En nu is er een verdachte opgepakt. Opluchting. Ja, dat is heel goed nieuws. Ja, ik hoop ook dat het de verdachte is die verantwoordelijk is voor de brand natuurlijk in onze haven. Dat is nog niet helemaal duidelijk, heb ik begrepen. Maar zeker een stukje opluchting, ja. Want wat zegt de politie u in dit geval inderdaad, u als een van de getroffenen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij horen niet meer dan u. Dus wij moeten het ook allemaal via de pers vernemen. Wij hebben geen apart lijntje naar de politie. Dat is soms wel jammer, want je staat natuurlijk zo dichtbij en je hebt enorme behoefte aan informatie. Maar ik heb er ook wel begrip voor dat ze niet halverwege het onderzoek ons iedere keer een update. Maar goed, er is iemand opgepakt, onduidelijk of die inderdaad bij u verantwoordelijk was voor de brandstichting. Maar de politie zegt al, we gaan er meer oppakken de komende tijd. Dus dat impliceert een soort van netwerk van brandstichters. Ja, en er is natuurlijk ook erg veel aandacht in de media geweest aan de branden en ook de brand bij ons. De driehoeksborden staan nog steeds in Roermond om aandacht te vragen en om informatie. Dus ik hoop zeker dat daar een link is, dat het resultaat heeft gegeven. U zegt er was veel aandacht, ook in de media, maar het was me natuurlijk nogal een brand ook bij u daar in Het Steel in Roermond. Laten we even teruggaan, half december. Het is een extra uitzending vanwege de noodverordening in Roermond. Een groot deel van de binnenstad is op slot. Bij een grote brand afgelopen nacht is een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. En die kankerverwekkende stof is neergedaald in het centrum van de stad. De asbest kwam vrij bij een brand gisteravond bij jachthaven Het Steel in Roermond. Bij die brand vielen twee grote loodsen en tientallen jachten ten prooi aan de vlammen. En kwam dus ook asbest vrij. Kankerverwekkende stof heeft zich over een deel van de binnenstad verspreid, waardoor het centrum van Roermond voor een groot deel is afgesloten. Kunt u die beelden nog zien? Ja, die hoef ik niet te zien. Die staan in mijn geheugen gegrift. Dat was een vreselijke avond. Want hoe is de impact? Een familiebedrijf is Het Steel? Ja, hoe groot is de impact? Ja, enorm. Zeker. Op dat moment moet ik eerlijk zeggen, weet je nog niet helemaal wat je overkomt en wat de consequenties zijn van zo'n grote brand. Maar dat duurt niet lang. 30 jaar, zegt u. 30 jaar werk gaat eigenlijk in een paar uur verloren, hè? Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, binnen een uur. Het was onvoorstelbaar. We kregen een telefoontje om 10 uur. Ik denk dat wij om 10:30 ter plaatse waren. We hadden moeite om door de afzettingen heen te komen. En toen we er waren, toen was het eigenlijk al kniehoog afgebrand. Het was een houten loods, boten, veel van kunststof, afgetankt in de winter. Dus dat was een enorme brand. Ja. Wat denk je dan op zo'n moment? Onwerkelijk. Je kunt dat gewoon niet beseffen. Dat zijn dingen die gebeuren bij anderen, niet bij jezelf. Dus als zoiets jezelf overkomt, dan sta je gewoon echt perplex. Ja. Wat heeft u de maanden na die brand allemaal meegemaakt? Nou, wij zijn met name het opruimen van de asbest. Want het heeft natuurlijk een enorme asbestverspreiding teweeggebracht, die brand. Dat is ongelooflijk. 1,5 kilometer ver over de hele binnenstad van Roermond. Het was 76 hectare. Ik geloof dat 100 voetbalvelden zijn. Dus dat is enorm. En ja, die verantwoordelijkheid die lag bij ons om dat op te ruimen. De verantwoordelijkheid lag bij u? Ja, in Nederland is het toch de vervuiler betaald. En wij werden, ook al hadden we geen schuld aan die brand, tenminste voor zover we nu weten, en zeker met de verdachte die vandaag is aangehouden. Ja. Maar de eigenaar die moet het opruimen. Maar wat betekent het dan? Dat dan de autoriteiten tegen u zeggen, nou meneer Brouwers, je bent de eigenaar, regelt u het maar? Ja, dat was een heel kort blijk van medeleven, maar daarna was het toch van, het is uw probleem. Begint u maar met op te ruimen. Maar u weet natuurlijk niet waar je moet beginnen. Nee, je hebt op dat moment, zeker als je dat gezegd wordt, dat overvalt je ook. Je bent er ook niet deskundig in en je hebt geen idee wat je overkomt. Dus dat is even een hele koude douche. Maar ik kan me voorstellen dat je dan niet zegt, ja gemeente prima, maar dat je in een conflict belandt. Want u zit al met een enorme schadepost.
Nou, dat conflict... Buiten uw toedoen om ook nog eens. Ja, ja, dat klopt. Dat speelt natuurlijk ontzettend veel. Want dat komt ontzettend veel op je af. Niet alleen je eigen schade, maar er stonden 70 boten van 70 eigenaren. Vaste gasten die al tientallen jaren bij ons komen, ja. Veel. En dan die asbest en ja, het feit dat de binnenstad afgesloten was. Dus dat had een enorme impact. In de kerstperiode. En dan sta je daarvoor en denk je van ja, maar wat moeten wij dan doen? Een verzekeraar die kijkt mee, maar die heeft zoiets van ja, eerst maar eens kijken wie er eigenlijk schuld heeft. Of er überhaupt sprake is van dekking. Je staat er echt helemaal alleen voor in dat eerste moment. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee. Je komt wel echt een enorme malle molen dan feitelijk terecht. Als het niet allemaal erg genoeg is, familiebedrijf verliest u. Er zijn ongetwijfeld ook relaties van u die zeggen van ja, Brouwers, het is fraai, maar mijn boot die hier al jaren ligt is in de fik gegaan. Voelt u zich ook verantwoordelijk daarvoor? Je leeft enorm mee. Dat zijn, zoals gezegd, het zijn over het algemeen mensen die al jarenlang bij ons komen. Ja. Een boot is, ja, onze ervaring toch iets anders dan een auto. Hè? Dus mensen die zijn jarenlang bezig met die boot te onderhouden en weer mooi te maken voor ieder jaar. Er ontstaat ook een hele persoonlijke relatie met veel van onze gasten. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus dat heeft een enorm impact. En voel je je verantwoordelijk. Ja, we wisten eigenlijk al van begin af aan, voor onszelf in ieder geval, het kan gewoon niet dat die brand vanzelf ontstaan is. De hallen waren afgesloten, de stroom was afgesloten. Een brand, de boten stonden daar al anderhalve maand. Zeg maar, als er ergens een kortsluiting was geweest, dan was het al veel eerder naar boven gekomen op een boot zelf. Dat het brandstichting is, dat licht lag en voor de hand. En u zegt ook, alles was afgesloten. U had als eigenaar niks kunnen doen om in ieder geval het binnendringen, zeg maar, door die brandstichter te voorkomen. Ja, het zijn houten loodsen. Oude houtdroogloodsen. Hmm. Ja, die hout kun je openbreken. Ik weet het niet. Hoe het alles kan kapot natuurlijk. Hè? Alles is afgesloten en het wordt ook iedere dag gecontroleerd voordat de havenmeesters naar huis gaan. Hoe ligt er nu bij trouwens de haven op dit moment? Is er nog altijd één grote zwartgeblakerde haven? Nee, het perceel waar deze hallen stonden, dat ziet er nou even uit als een woestijn. Het is een maagdelijke zandvlakte. Maar u was vandaag bij de gemeente Roermond om toch te overleggen, wat doen we daarmee? Komt het steel weer terug? Ja, gelukkig is niet de hele haven afgebrand, maar een gedeelte. Dus de jachthaven die ligt daar nog voor een gedeelte in volle glorie. En op dit moment is het zomerseizoen, dus de haven ligt ook weer helemaal vol met boten. Dat bedrijf gaat gelukkig wel weer door. Maar kunt u weer opnieuw gaan bouwen? Dan kunt u weer verder? Ja, daarvoor waren we inderdaad vandaag bij de gemeente Roermond. En daar hebben we gelukkig weer alle medewerking gekregen. En we hopen zo snel mogelijk die loodsen weer herbouwd te hebben. En is er nog een conflict, een juridisch of een financieel conflict, wie nou eigenlijk verantwoordelijk is en wie gaat betalen dit hele grapje? Want het gaat om miljoenen euro's. Ja, ja, goed. Er zijn zeker nog mensen die nog van iemand geld willen zien. Hè. Wie is die iemand dan? Ja, of dat een verzekeraar is, of de gemeente is, of wij zijn. Hè. Booteigenaren die een boot niet goed verzekerd hebben. Maar verwacht u dan nou ergens dat er nog een claim op u wordt gelegd dadelijk? Of zegt u mee, er is een verdachte aangehouden, dit bewijst feitelijk dat we er niks aan hebben kunnen doen. Dan is mijn verantwoordelijkheid klaar en dan wordt het doorgeschoven naar een ander. Nou, we hebben die verantwoordelijkheid wel degelijk genomen door alle asbest op te ruimen in de binnenstad. Als je kijkt naar een andere grote asbestbrand in het westen van het land, die vlak daarna heeft plaatsgevonden in Wateringen. Daar was geen veroorzaker waar het allemaal op verhaald kon worden. En daar hebben de mensen zelf de asbest van hun perceel af moeten halen op last van de gemeente. En heeft iedereen zelf... U zei, bij ons hoeven ze eigenlijk niet meer aan te kloppen, want wij hebben destijds meteen gehandeld. Wij hebben, de gemeente Roermond heeft begin mei aangegeven dat alle asbest verwijderd is. Alle treinen, alle huizen, alle percelen zijn we vrijgegeven. Ook de waterbodem van de Roer hebben we nog onderzocht. En dat is allemaal goedgekeurd, in dat geval door het waterschap. Dus ja, de asbest is gesaneerd en dat is klaar. En maar hoe dan ook, lopen er nog procedures? Want niet iedereen is tevreden over de gang van zaken. Nee, er lopen of dat nu bij u is of bij de gemeente. Nee, maar ik wil maar zeggen, iemand die iets niet goed verzekerd heeft, bijvoorbeeld een boot,
die is daar natuurlijk niet gelukkig mee. Nee. En die zal toch proberen of die niet ergens met zijn schade kwijt kan. Maar vooralsnog spelen we geen procedures. Vandaag dus een gesprek met de gemeente. Constructief, de neuzen kijken we dezelfde richting op. Niet weer. We hebben gelukkig, we hebben, zoals je zei, dat conflict. We hebben best eventjes stevig met elkaar gesproken. Rond kerst met de gemeente Roermond. Wij hebben gezegd, we willen onze verantwoordelijkheid nemen om die asbest op te ruimen. Maar wel binnen onze mogelijkheden. Ja. Wij werken niet bij voorkeur naar ons eigen faillissement toe. En dus we hebben gezegd van we willen die handschoen opnemen en doen wat in ons vermogen ligt. En daar nemen we ook onze eigen verantwoordelijkheid in. Maar daar zit ergens een grens aan. Nou, daar hebben we met de gemeente Roermond goede afspraken kunnen maken. Gelukkig zijn we achteraf helemaal niet bij die grens aangekomen. Dus uiteindelijk is toch alles op ons bordje blijven liggen. Mm-hmm. Nou goed, daar hebben we ook van tevoren ja tegen gezegd. En dan zeggen we ook, dan doen we dat ook. Een deel is niet verwoest. Er liggen allemaal mooie boten weer, zegt u, klaar voor de zomer. Hè? Een deel natuurlijk moet weer opgebouwd worden. Daarover had u vandaag een gesprek. Ja. Wanneer verwacht u, is Jachthaven het Steel weer als van in oude glorie? Ja. Dat is een goede vraag. Ja, er moeten nog procedures doorlopen worden. We moeten nog bouwvergunningen krijgen. Dus daar gaan we op dit moment vol mee aan de slag. En we hopen dat we voor de winter weer onze gasten kunnen accommoderen en dat er weer ruimte is voor die 70 boten, want de meeste gasten hebben gelukkig die boot prima verzekerd. En die hebben alweer een nieuwe boot en die informeren al vol belangstelling of ze toch wel volgend jaar weer bij ons volgende winter weer bij ons in de stalling kunnen. Dus, oké, volle bak aan de gang de komende maanden. Ja. Dank voor het gesprek. Ja.